De start van de nieuwe richting op de Algemeen Middelbaar Technisch Opleidingen, AMTO, belooft positieve resultaten voor het onderwijsproces. Gisteren werd de innovatieve opleiding Petroleum Techniek officieel geïntroduceerd op de AMTO. De schooldirecteur toont zich zeer verheugd over deze nieuwe studierichting, die volgens hem een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van Suriname. Nu is olie en gas bijgekomen om bij te helpen dragen om de natuurlijke hulpbronnen van Suriname bij Surinaamse vaklieden op deskundige wijze te exploiteren en ervoor te zorgen dat Surinamers werk vinden en goed inkomen krijgen. Ook om ervoor te zorgen dat de middelen die vrij verdiend worden, zoveel mogelijk in Suriname blijven. Als we geen eigen vakmensen opleiden, dan moeten we ze halen uit het buitenland en zij sturen dan hun inkomsten die ze in Suriname verdienen naar hun land van herkomst en besteden die dus niet in Suriname. Nu kunnen we met deze opleiding ervoor zorgen dat de middelen hier blijven. Hoe meer Surinamers we aan het werk kunnen helpen, hoe meer we kunnen bijdragen aan de economische ontwikkeling van het land. De opleiding heeft als doel jong talent voor te bereiden op de uitdagingen en kansen in de groeiende petroleumsector van Suriname. Tijdens de inauguratie werden diverse toespraken gehouden over de opleiding, de curriculumstructuur en de mogelijkheden die deze nieuwe studierichting biedt aan geïnteresseerde jongeren. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur werkt samen met verschillende doelgroepen om deze richting zo succesvol mogelijk te maken en jongeren te stimuleren zich hierin te ontwikkelen. Ik heb het vertrouwen met deze samenwerking van verschillende groepen, doelgroepen, dat we heel goed en snel, president, zullen zorgen voor een goede toeleiding van jonge mensen naar de sector toe. En we moeten wakker blijven dat inderdaad de voorkeur gegeven gaat worden aan vooral onze eigen jonge meisjes en heren op te leiden in deze sector. President Chandrika Persat Santokhi beschouwt deze inauguratie als een mijlpaal in de ontwikkeling van het land. Voor alle toekomstige ontwikkelingen moeten we passende studiemogelijkheden creëren, benadrukte hij. Maar het gaat erom dat je een strategie moet hebben voor het land waarbij je eigen kader opleidt voor alle toekomstige ontwikkelingen. Niet alleen voor die oil en gas. Voor alle toekomstige ontwikkelingen moeten we ons eigen kader opleiden. En dat is de kracht van opleiding. En daar is die samenwerking die alle opleidingsinstituten nodig hebben met de regering. Want in feite bepaalt de regering, en als de regering het goed wil doen, doet de regering dat met alle betrokken stakeholders, het beleid voor de toekomst, het strategisch beleid waar we als land willen gaan. Dat is de kracht van regeren. En als je weet welke richting we opgaan, dan zal het onderwijs ook rekening moeten houden met die richting en die basiscondities creëren voor het verduurzamen van die richting. Vanavond in Achter het Nieuws wordt er ingegaan op de olie- en gassector en het nodige local content beleid.